De vereniging Vrienden Stadsherstel Suriname, VVSS, organiseerde zondag een open monumentendag in de historische binnenstad van Paramaribo. Verschillende activiteiten werden ontplooid vanuit Fort Zeelandia. Paramaribo heeft prachtige panden met een rijke geschiedenis, die echter niet altijd open zijn voor het publiek. Eén keer per jaar maakt de stichting Stadsherstel Paramaribo het mogelijk dat mensen de monumenten kunnen bezoeken en geïnformeerd kunnen worden over de Surinaamse geschiedenis. Volgens Astrid Curry, bestuurslid van de VVSS, is deze dag in het leven geroepen om de bewustwording bij het publiek te vergroten voor de monumentale binnenstad. Curry vertelt hoe deze dag verlopen is. Het is een dag waarop een aantal monumentale panden geopend zijn. Waaronder de Corner House, Dixie Bar, in de Waag zijn er presentaties en nog een aantal gebouwen. De Open Monumentendag duurt van 8 tot 1 uur, vandaag zondag. En het start en vertrek, de vertrekpunt en eigenlijk het meeste gebeurt rond het bij Fort Zeelandia. En we hebben een puzzelrally waar mensen aan kunnen meedoen. Dat is nog steeds open, mensen kunnen zich nog melden. We hebben city tours, die zijn volgeboekt. Daar was echt heel veel vraag naar in de voorregistratie. En daarnaast kunnen mensen nog gewoon vrij rondlopen en naar de verschillende gebouwen gaan. Het is allemaal gratis. En bij de diverse open monumenten zijn er vrijwilligers en gidsen die ze binnen het pand rondleiden en wat vertellen. Astrid Curry, zij sprak afgelopen zondag bij de Open Monumentendag in Fort Zeelandia. Deze dag is georganiseerd door de vereniging Vrienden Stadsherstel Suriname.